Hoi, vandaag een stagefilmpje, meer bepaald mijn Kiehl-stagefilmpje. Ik ben echt dol op Kiehl's. Ik had ervoor echt alle verzorgingsproducten van Dermalogica. En dat is ook een Amerikaans merk en daar was ik ook echt super content van, maar behoorlijk prijzig. Allee, eigenlijk prijzig, wacht, ik heb ze hier boven staan. Bijvoorbeeld voor een crème, een gezichtscrème. 50 milliliter, 46,5 euro is redelijk prijzig toch. En ik denk zeker voor jonge mensen, tieners, is het een behoorlijk bedrag voor gezichtsverzorging. Dat was dan maar één product en ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 producten van gehad. Heel super content mee. Ik dacht echt van wow, ik ga nooit niks beter vinden. En toen testte ik Kiehl's uit en ja, ik ben echt verkocht. Ik vind het echt nog beter. En vandaag wil ik jullie een aantal producten tonen die ik al heb gebruikt, die ik zelfs meerdere malen al heb gekocht. Mijn aller favoriet product van Kiehl's is de Ultra Facial Cream en dat is deze. Dat is de grote pot en dit is een klein potje, zo. Dit is 50 ml. En hierin zit 125 ml, maar die is zo zalig. Dat stond dan ook in het groot op mijn kerstlijst. Ik wilde ook een facial cream van Kiehl's. Want met deze barre wintertijden is dit gewoon de crème die je moet hebben. Zodra ik hem opdeed, 2 dagen later, weg zo. Ken je dat zo, die schilfertjes zo tussen je wenkbrauwen op je neus een beetje van de kou. En dan komt je foundation zo een beetje los. Ja, dat is dus van een niet gehydrateerde huid. En met de Ultra Facial Cream is dat echt zo weg. Je huid wordt er echt veel beter van. Zo onzuiverheden of zo, dat verdwijnt er precies. Maar ik vind dat echt kei raar. Maar met de Ultra Facial Cream durf ik zelfs zonder make-up de straat op. En dat klinkt nu echt erg, durf ik zelfs. Ik ben dat gewoon niet gewoon, mijn eigen zonder make-up te zien. En vandaar dat ik er zelf aan moet wennen. Maar ik vind met deze crème ziet mijn huid er echt goed uit. En ja, dan heb ik er eigenlijk niet zoveel problemen mee. Dus de Ultra Facial Cream echt een must-have. Ik had trouwens voor kerstmis zo'n pakket gekregen. En daarin zat dan deze grote pot crème. En dan zo'n aantal kleine sampletjes. Dat was wel heel leuk. Maar ik heb de doos weggegooid. En dat was echt een keischoon doos. Vol met potpourri. En echt een hele mooie doos. Dus ik zou zeker eens de Kiehl's winkel checken. Er is er één in Antwerpen en in Gent. De verkoopgegevens vind je natuurlijk op Kiehl's. Zelfs. Allee, de adressen bedoel ik juist. En wat zat er nog in? Zo, dus kleine sampletjes. Even kijken, heb ik ze nu allemaal? Nou, ik denk dat het deze waren. Of ik heb er nog één ergens anders staan. Ik weet het niet zo goed, want mijn kast is zo'n beetje aan het herschikken. Dus wat zat er nog in? De Ultra Facial Toner. En dat is ook om je gezicht te reinigen. Dat doe je dan na de cleanser. En daar heb ik ook wel, van de toner heb ik ook een groot product. Zo. Deze ben ik nu nog aan het testen, dus daar ga ik nog niet echt over uitspreken van hoe werkt dat nu juist. Ja, want die zit nog in de testfase. Wat heb ik dan nog? De Ultimate Trade Hand Salve. Oh, echt zalig voor de handen. Ook hiervan komen nog allemaal reviews. Ik sta echt enorm achter. Hier heb ik zoveel producten zelf gekocht of gekregen voor te testen. En mijn kasten staan echt boomvol om te reviewen. Ik moet er alleen nog de tijd voor vinden. De verpakking van Kiehl's vind ik wel een klein beetje saai. Het is echt zo, ja, hetgeen wat dat is. Dan mag ik worden Alexander gewoon kieren tot hier. Amerikaans, blauw-rood en apotheekachtig. Hè. Heel simpel. Het is niet echt zo'n luxe product of zo. Maar Dermalogica had dat eigenlijk ook. Die waren eigenlijk ook heel saai qua verpakkingen. Maar ja, als het goede producten zijn, kan me dat eigenlijk weinig schelen. Dus deze zit er nog in de testfase. Deze vind ik echt een super handcrème. Zo. Dan, dit is de Midnight Recover Concentrate. En dat is zo, ja, een olieserum. En dat breng je dan voordat je gaat slapen aan. En dat is 2 druppeltjes op de hand met dat pipetje. Echt zo. Zo, zie je dat? Dat is zo'n buisje. Dat doe je dan 2 druppeltjes op je hand en dan dep je dat zo op je gezicht. Dus nu wrijven als een crème, maar echt deppen in de huid. En dan moet dat een hele nacht inwerken. Zelf ben ik er niet echt zo fan van. Ik krijg er namelijk uitslag van. Ik weet niet hoe dat komt, of weet je dat dan misschien niet werkt met. Oké, deel 2 van het filmpje. De camera sloeg ineens uit.
Dus we zaten aan de Midnight Recover Concentrate. Ik vind het zelf niet echt iets voor mij. Ik krijg er uitslag van. Maar het is niet omdat het bij mij niet werkt, dat bij iemand anders wel fantastisch kan zijn. Dus ik zou gewoon zeggen, lees er meerdere reviews over. Andere personen, andere meningen. Dan de Ultra Facial Cleanser. Daar heb ik twee types van. Een backup. Dus dat wil zeggen dat ik fan ben. Het is echt een heel speciale reiniger. Ik heb nog nooit zo'n reiniger gehad. Dat is precies, dat is kei dik, precies behanglijn. Als je dat op je gezicht wilt doen, dat plakt echt enorm. En als je, nu gaat mijn telefoon. En als je dat dan wilt uitsmeren, moet je echt zo goed wrijven. Maar wanneer je je gezicht met water zit overgegaan, is echt al je make-up weg. Echt alles. Dus ik vind het echt heel goed. Dan, als laatste, dit is een nieuw product van Kiehl's en dat is de Double Straight Deep Wrinkle Filler. Maar ik hoop dat ik nog geen rimpels heb op mijn 23. Het is niet echt iets voor mij. En wacht, hè. Dan, ook Alexander is fan van Kiehl's. Kijk, check. Tada, Kiehl's baby. Schattig, hè. Wat goed is, mijn mama is zeker goed voor zoontje. Dus Kiehl's baby zijn de babyproducten. Het eerste productje is, ja, ik weet eigenlijk niet of dat echt zo voor baby'tjes is, maar zowel Alexander als ik en Steve vinden het echt fantastisch. Dat is de Lavender Foaming Relax Bed with Sea Salts en Aloe Vera. En dat doe je dan zo twee druppeltjes van in je bad en echt zo boom, explosie, lavendelveld in je badkamer. Zalig, baby'tjes houden van lavendel, daar worden ze ook heel rustig van. En ja, ik vind het gewoon echt super relaxing. Dus ik denk dat deze ook een klein sample-versietje is, denk ik. Ik denk dat je in de winkel zelf een grote tube kunt vinden. En ik ga die ook zeker gaan halen. Dit weekend trouwens, want dit weekend is er voor Valentijn een groot rad waar je aan kunt draaien. En je hebt altijd prijs. Dus zeker draaien. Dit weekend bedoel ik dus het weekend voor Valentijn. Mochten jullie het filmpje later op een ander tijdstip zien. Dan een limited edition. Die dat totaal niet bij de babycollectie hoort, maar die staat hier nog tussen, is de Cream de Curves. Het is een body lotion en dat is van Jeff Koons. Hij heeft niet echt een geurtje of zo, maar ik ben hem nog aan het testen. Qua verpakking ziet hem er wel leuker uit. Hè? Het is minder saai als dit. Dus dat is wel een pluspunt. Over terug naar de babyproducten, waardoor we het dus hadden. Dit is de Gentle Cleansing Milk. Jullie zien ook dat het etiket anders is. Het is meer babyachtig, dus niet zo saai wit, een beetje zachter en zo. Gentle Cleansing Milk, dat gebruikt dus eigenlijk voor als je ze niet echt in badje wilt doen, maar 's ochtends een snel wasje wilt geven. Hè? Want ja, 's nachts kunnen ze hun eigen wel eens bevuilen bij het eten 's nachts en zo. En dan in hun nekplooitjes, want je hebt zo. Allee, vetrolletjes. Dan blijft er zo wat melkje tussen hangen. Dus dan is een rappe wasbeurt wel goed. Dus dat is de Gentle Cleansing Milk. Wat ik jammer vind aan de Kiehl's babyproducten is dat ze niet zo echt de uitgesproken babygeur hebben. Maar zijn huidje wordt er wel super zacht van. Dus ja, dat is dan weer een pluspunt. Dit is de Gentle Foaming Hair and Body Wash. En wat is er leuk aan? Dat is een foam. Hoppakee. Leuk, hè? Ik vind het echt super. Zo schuin. En dan hoepakee. Wassen. Hoepakee is trouwens mijn stopwoordje blijkbaar. En dan de Nutrient Baby Cream for Face and Body. Dat is dus een hydraterende crème voor je gezichtje en je lichaam. Want je huidje droogt snel uit. Dus dat moet je echt wel elke avond insmeren en een massage. Ja, dat vinden ze geweldig gewoon. Ja, ik krijg er echt een super zacht vuiltje van, maar geen lekkere geur. Dat vind ik wel een beetje jammer. Maar over alle producten op zich ga ik proberen een uitgebreide review te kunnen stellen. Oké, bye!